Goedemorgen, Jumping Zwolle in de IJsselhallen in Zwolle, jawel. En we hebben een stand bij CoSocial, nou ja, wij niet, maar CoSocial, oh, even de andere kant. Zo. CoSocial die heeft een stand en daar mogen wij ook onze productjes neerzetten, dus shirtjes, dat soort grappen. We zijn er daarom erg vroeg. We zijn vanmorgen om 7:30 vertrokken, dus voor ons valt het nog wel een soort mee. Het was maar 1,5 uur rijden, dus dat is lekker. En nu gaan we dus Jumping Zwolle meemaken. Ik ben heel erg benieuwd. Kim, Tess en Christine die zijn al in de stand. Ik heb Joyce van Joyce en JD al gezien. En nou, ben benieuwd wie er nog meer komt. We zijn bij de stand. En die wordt nu eventjes omgetoverd naar de merchandise stand. Wil jij zo? Joyce is er al. En, ze gaat. Joyce is er al. En ja, het is heel schattig, Tess. Hij is wel te klein, denk ik zomaar. Ja, en Chris is bezig eventjes onze stand, nou ja, stand niet, onze stand, maar eventjes de spullenbol neer te zetten. En dan hopen we dat we het een beetje leuk gaan krijgen. Nou, dat denk ik wel. Het kan bijna niet anders. Vergeet niet, 20 april is de CoSocial Party. En daar zijn we dan allemaal bij, dus dat is hartstikke leuk. Ja? Nou, de eerste drie waren van Nederland. De eerste die had al strafpunten. Van Rosal Willis de Merkens. De tweede! Wat zou nou mee gebeuren? Oh ja, die was eerst in unaniem. Twee was die helemaal doorheen gegaan. Toen ging hij niet meer over drie heen, want hij had afgegroeid. En de derde, die was er afgevallen in sprong 7. En toen in het paard weg. En nu zitten we dus naar springen te kijken. Het is tijd om te gaan lunchen. Ja, wij gaan samen met Saressa even lunchen. Daar zijn ze. Het zijn mijn YouTube-zussen. YouTube-zussen, oké. YouTube-zussen. Kijk, ze kan zelfs dansen. Zie je? Ja, zo. Dat kan ze. Tess leert het even. Wat doe jij? Jou niet. Nee, niet jou. Nee. We gaan wel tegenovergesteld. Zo noem je dat? Zo? Zo en dan. Echt? Ja. Dan ben ik een blauw film. Tada! Nou, het is toch schattig. Mag ik jouw cavia aaien? Jij mag mijn cavia aaien. Hij is heel lief. Verona vindt hem ook heel lief. Je moet hem altijd even snuffelen. We gaan eten. Ja, dat zeg ik, maar volgens mij staan we nu stil. Ik had gewoon een erg. Ik was helemaal niet bij jou. Ja, we staan stil. We hebben honger. Snorknor. We gaan nu op zoek naar. Ja, ik denk dat we in het restaurant. Het restaurant is daar. Waar? Daar is het restaurant. Kijk, dat is mijn merk. Dat is mijn merk. Dat is jouw merk. Waarom sponsoren ze je dan nog niet? Dat vind ik leuk. Ja, weet niet, is dat niet voor paarden? Ja? Wat doen ze dan hier? Ja, weet ik ook niet. Maar dit is wel een paardrijbroek hoor. Dat lijkt mij ook. Hallo? Hallo? Maar dit is hier, Dada, het is helemaal geen superderij, man. Wat een afzetterij. Mooi paard. Ik wil echt wel zadel, moet ik zeggen. Tje, ja, die wil ik ook wel. Heb ik je gevraagd aan Floor, maar... Ook niet. Komt ook geen... Ik kreeg geen antwoord. Geen CBD voor jou. Ja, heb ik. Super dry, super wet. Super wet. Super droog. Dus we gaan even in het restaurant kijken, want we denken dat we daar moeten eten. Maar dat weten we dus niet zeker. Dus we gaan het even vragen. Van de organisatie? Ja, aan de linkerkant. Aan die kant. Nou, dat wordt eten, hoor. Zou het beter zijn als we... Ja. Wij waren ook nog niet op erg te doen. Wij hadden nog ja. En gewoon zo'n potje, weet je wel. Die vieze... Ja, het was niet echt heel oké. Okay. Nee, dat ben ik niet eens. Wij waren die week erop weer op de military. Dus we hebben die dinerballen die we over hadden nog gewoon ingeleverd. Ja, je hebt gelijk. Waarom niet? Ik moet zeggen, je had ook een hamburger kunnen nemen of patat, hè? Ja. Met diezelfde dinerbal. Ja, dat vertel ik je nu. Ja, en die waren heel goed. Dat Nienke! Dat, ja. Met die dinerballen van de military hadden we ook een hamburger en patat kunnen halen. Daarvoor. Ja. 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 Ja, ik kom terug. Niet. Ja. We zijn aan het eten. Kijk. Wat eet jij? Een framboosstukje. Lekker? Ja, is lekker. En hoeveelste is dit? Leugenaar.
Ik moet maar even omdraaien, jongens. Ik kan toch niet kijken. Die is leeg. En die is toch. Ja, dat is heel braaf. Die heeft, ja, het lukt alleen niet helemaal om het te pellen. Leeft sinaasappel en maar één toetje. Maartje, serieus. Dat lukt nog niet. En Maartje, even. Hoeveel heb jij er? Eén met een fruitvliegje. Eeuw. Eentje dus. Die is wel bijna zo goed als leeg, hè, jongens. Eentje. Tweetje. Drietje. Twee. De test is heel braaf. Mogen gebruik maken van je bonnet. En thee. En thee. Maar één. Chris is nog braver. Die eet gewoon sla. Zonder koek. Ik wil ook krimpen, net als Rebecca. Krimpen. Het meest nare ooit is. Het meest nare zo'n ooit. Zo'n houten stokje aflikken. Dat is het meest nare ooit. Dat is zo naar. Nee, doe eens. En dan ga ik meteen op mijn nek. Niet zo naar als dit. Je telefoon tussen je tanden houden. Dat is naar. Waarom? Maar dan moet ik echt van koeken halen. Als ik op de fiets, dan en ik doe mijn oogjes in en doe ik zo. Doe ik mijn oogjes in en dan. Echt? Ja? Ik heb nog nooit mijn mobiel op mijn mond gehad. Weet je hoeveel bacteriën daarop zitten? Dit aflekt. Maak je hem nooit schoon dan? Meer dan op de wc. Nee. Maak jij het erop? Ja, de bekker zit elke avond maak ik niet telefoon. Niet waar! Echt waar! Echt? En iedere ochtend er Apple Watch. Ik zeg grappig, de bekker zit elke avond zo. Heb jij een Apple Watch? Ja. Oh my god. En de pink one. Yes. Die maak ook elke avond schoon. Ik heb zoveel gezeurd voor die Apple Watch van mijn moeder, dat was niet normaal. Heb jij daarvoor gezeurd? Ja. Waarom jij? Ik wou gewoon dat mijn moeder ook iets kreeg. Oh. En je ooit gezien hoeveel ik krijg? Toen kreeg je die gaas televisie. Nee, tuurlijk niet. Die heb ik voor mijn verjaardag gekregen, omdat Tessa bij Altijd ging vuren. Dus zo. Jij had toch een televisie voor je verjaardag gekregen? Nee, die wil ik niet. Ik wilde geen tv. Je paard dan? Die heeft altijd voor Rebecca de verjaardag gekocht, maar voor zichzelf. Ja, stuk. Nou, dit is dus de lunch, jongens. Dat is er eentje die helemaal stuk gaat. Ja, altijd. En binnenkort komt er een video over het Maartje virus. Dus ik ben heel benieuwd, jongens. Helemaal flashbacks van papa. Dat moet op zijn onderkant staan. Goed, we hebben besloten met alle YouTubers. Gaan we eerst even doen de cupsong. En daarna gaan we ik en mijn pony even doen. Dus daar moeten we zo meteen voor gaan staan. Ik weet niet hoe het gaat, hoor. Dat maakt niet uit, of gaat Stop op veel. Ja. Mooie is niet de punt. Nee, dit is geluid waar we het mee moeten doen. Meneer aan je mond. Ja, dan moeten echt twee hoofden aan de kant. Even de hoofden moeten eraf. Komt-ie? Ik heb een pony. Nee, we doen nu de cupsong! Nee, ik kan het niet. Ik hoor niks. Ja, ik heb die meneer een praten mee! Ik weet ook nog niet wat we doen met mensen. Goed, dus we krijgen nu les van Kim en Tessa. Die gaan even het liedje uitleggen van ik en mijn pony. Nee, je moet het horen. Geluid is wel minimaal zo, hè? Kijk, Maartje die heeft enorm spierpijn, dus nu moet ik even los gaan maken. Dus we gaan zo meteen filmen met ik en mijn pony. Ik wist filmen, het liedje even oefenen. Dansje vooral. Dus dit is om eventjes los te raken. Moet je even gaan winnen. Maar ik ga niet. Christine is onze massagetherapeut. En die is nu Maartje even aan het masseren, want die heeft zo'n spierpijn. En Maartje gaat er allerlei vreemde bewegingen en geluiden van maken. Van bepaalde stukken. Ik ben goed in. Ik kan niet meer. Nee. Ze is doodgegaan, jongens. Oh, helaas, de rest gaat verder zonder Maartje. Het kan niet anders. Ik ga jij daar staan. Sam heeft een nieuwe foto geüpload. Oké, nu moet hij de dans van nu gezet. Oké, dan volg hem niet eens meer, sorry. Niet Sam. Merk. Oh. We zijn al begonnen.
bij ons uit te zijn. Ik trouw ja, mijn body is echt heel trots. Noem maar Tess, je kan het. Nou, ik ben Tessa, ik ben van Hart van Paarden en ik heb een paar vragen voor je. Nou, stel ze maar, dan zou ik zeggen, Tessa. Wat is je eigenlijk je lievelingstoetje? Jeetje, mijn lievelingstoetje. Ik denk gewoon lekker bakje vla. Vla? Wat voor vla? Vanillevla. Vanillevla. Ook een favoriet bij mij. Maar dan kan ze nooit meer lezen. Zal ik het even voorlezen voor je? Wacht. Wat is de moeilijkste parkeersituatie met de trailer of vrachtwagen? Nou, dat is toch wel achteruit parkeren. Is sowieso niet zo makkelijk, maar met de trailer is het helemaal moeilijk. Dus dat, ik ga voor achteruit parkeren met de trailer. Ja, dat snap ik. Wat vind je het leukste aan jezelf? Weet je, aan mezelf. Wat vind ik het leukste aan mezelf? My god. Ik weet het niet. Wat vind ik het leukste aan mezelf? Ik leuk kan rijden. Leuk kan rijden. Goeie keus. Maar even dankjewel, zeg. Dankjewel. Joyce is een workshop aan het geven. Hoe maak je een halstertouw? Touw, halster. Excuses. Touw, halster. Geen halster, touw. Dus, hier zitten de deelnemers. Dit is geen deelnemer, dit is een eter. Maar, en dit is ook een eter, maar... Hebben die hem allemaal op een meter vast? Ja. Oké, dan pak je het uiteinde van je andere lange touwtje, dat lange. Zeg dit maar, mevrouw Joyce. Oké, nou bij deze reik ik jou een medaille uit voor het prachtig knopen van een touwhalster. Dus je bent geslaagd door deze cursus. En Kim, wat is jouw reactie daarop? Het is nog leuker dan een medaille van de avondvierdaagse. Tadaa. Nou, dankjewel. Ja, zo zien jullie. Het is gelukt, jongens. Kimmetje heeft het als eerste af. En, Ja, de medaille is gevallen. Oh, de medaille is gevallen. Ja, nou, bij deze krijg je een medaille voor het behalen van je touwhalsterknoopdiploma. Allemaal even klappen! Yay! Jimmick Zwolle, de eerste dag zit erop, zaterdag. Morgen zijn we er weer op zondag. En ja, super gaaf, heel erg leuk. Veel leuke dingen gezien. En zoals jullie in de vlog hebben kunnen zien, gewoon een leuk evenement.